En begrijpen ze er bij Feyenoord helemaal niks meer van. Echt letterlijk in de laatste secondes gaat het nog mis. En pellen, jongen. Om daar nou een dugout voor uit zijn voegen te rossen. En daar nog eens tekeer te gaan. Maar slaat het allemaal op zich. Wat een ongelooflijk slecht voorbeeld geeft daar de aanvoerder van Feyenoord.